Park Wijtenburg is een ontwikkeling van Hoefnagel Projectontwikkeling en Cassade. Hoefnagel Projectontwikkeling bouwt 76 verschillende koopwoningen. Rijwoningen, vrijstaande woningen en levensloopbestendige patio-woningen. Voor Cassade komen er 63 betaalbare sociale huurappartementen in 2 woongebouwen. Park Wijtenburg. Gezellige straten, centrumleven om de hoek en een variatie aan woningtypen, huur en koop. Kaatsheuvel krijgt met dit nieuwbouwinitiatief een nieuwe buurt met duurzame woningen in de wijk Het Rooidorp. Wat 15 jaar geleden is ontstaan uit een aantal schetsjes en gesprekken met een klankbordgroep, wordt nu werkelijkheid. De nieuwe woonwijk ligt tussen de Monseigneur Volkerstraat, de Julianastraat en de Gasthuisstraat. De voormalige autogarage, de bedrijfsgebouwen en een aantal voormalige sociale huurwoningen zijn al gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe wijk. De woningen van Park Wijtenburg worden gebouwd in de bestaande wijk Het Rooidorp, dat een rijke historie kent in de schoen- en lederindustrie, met karakteristieke woningbouw uit de jaren 50 tot 70. De wijk ligt op steenworp afstand van het centrum. Winkels, restaurants, een supermarkt en andere voorzieningen zijn op loopafstand bereikbaar. In 2009 is er overleg gevoerd met een klankbordgroep van omwonenden. Het voorkeursmodel dat destijds met elkaar is gekozen, is uitgewerkt tot het plan wat er nu ligt. Dat plan bestaat uit 76 koopwoningen en 2 woongebouwen met 63 huurappartementen. Een mix van woningen voor verschillende type huishoudens. Van families met meerdere kinderen tot en met eenpersoonshuishoudens. Park Wijtenburg wordt een groene wijk. Een wijk met duurzame woningen en met een groene leefomgeving. In het ontwerp is veel ruimte voor groene zones die doorlopen naar het groene Bernhardplein. Zo ontstaat een ketting van bomen, hagen, struiken en gras door het gebied. Groene zones voor ontmoeten en spelen. Aan de kant van de Julianastraat komen 25 rijwoningen. De woningen bestaan uit een begane grond, verdieping en zolder. Ook krijgen de woningen een ruime tuin. Enkele woningen hebben een garage. In het plan komen 36 ruime tweekappers. Naast een begane grond, verdieping en zolder hebben deze woningen een garage met eigen oprit. De tuinen zijn ruim en beschut. De 13 levensloopbestendige patio-woningen zijn van alle gemakken voorzien. De woningen hebben 1 verdieping en alle functionele ruimtes op de begane grond. Ook krijgen de woningen een beschutte tuin. In het plan komen 2 ruime vrijstaande woningen. 1 van de woningen staat aan de Gasthuisstraat, de andere op de hoek tussen de tweekappers. Beide woningen krijgen 2 verdiepingen en staan op ruime percelen. De 63 sociale huurappartementen van Cassade komen in 2 woongebouwen van 3 woonlagen. De appartementen zijn levensloopbestendig. Dit betekent dat bewoners er bij verandering van levensomstandigheden kunnen blijven wonen. Alle woningen hebben bijvoorbeeld brede deuren en zijn bereikbaar met een lift. De appartementen zijn duurzaam, daardoor energiezuinig en dus ook goed voor de portemonnee. De huizen en de appartementsgebouwen worden in 2 of 3 lagen gebouwd. De patio-woningen krijgen 1 verdieping. De overige woningen bestaan uit 2 lagen met een kap. De appartementen op de 3e verdieping hebben een schuine kap. De opzet van de wijk is dorps en kleinschalig. De woningen en appartementen krijgen dezelfde soort materialen en kleuren. Hierdoor ontstaat eenheid en een wijk met een eigen karakter passend bij het Rooidorp. Er worden traditionele materialen gebruikt, zoals bakstenen muren en rode pannen op de daken. Vanaf de kant van de Monseigneur Volkerstraat en de Julianastraat kunnen auto's Park Wijtenburg in- en uitrijden. Vanuit de Gasthuisstraat en Dr. van Beurdenstraat kunnen voetgangers en fietsers in de wijk komen. Voor de bewoners en bezoekers van Park Wijtenburg is er ruim voldoende parkeergelegenheid in de wijk. Zo komen er parkeerplaatsen op eigen percelen, maar ook parkeerplaatsen in het openbaar gebied en achter de appartementsgebouwen. Met Park Wijtenburg krijgt het centrum van Kaatsheuvel moderne, energiezuinige woningen die passen in de bestaande omgeving. Een wijk met ruime groenstroken en mooie architectuur met een knipoog naar het verleden. Om de nieuwe woningen te bouwen moet het bestemmingsplan aangepast worden. In overleg met de gemeente Loon op Zand wordt dit voorbereid. Begin 2021 start hiervoor de procedure met een voorontwerp bestemmingsplan.
We verwachten dat het herzienebestemmingsplan eind 2021 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dan kan de bouw van de eerste fase, de huurappartementen, starten. Met 63 duurzame nieuwbouwappartementen zetten we een flinke stap in het behalen van de sociale woningbouwopgave van Cassade in de gemeente Loon op Zand. Meer weten over Park Wijtenburg? Bezoek de projectwebsite www.parkwijtenburg.nl. Speciaal voor buurtbewoners hebben we een online omgevingsdialoog ingericht. Wilt u hieraan deelnemen? Stuur dan een e-mail naar info@parkwijtenburg.nl.